Yo, kijkers van IMT, vandaag ben ik hier met een nieuwe aflevering van Rocket League. Dit is geen bingo voor op de zondag, aangezien ik de laatste aflevering heb moeten kijken, weten jullie precies waarom. En als jullie het nu een leuk filmpje vinden, druk dan vast op die like-knop. En natuurlijk op die abonneerknop. En vergeet niet op het belletje te drukken om bij de notificatiesquad te horen. Ik wil bij de abonneersquad zeggen. Maar het duurt als je abonneert. Dank je. Ik tik naar Karim. Volledig eigen goal. Echt noob wat ik ben. Oh ja, de teammate ook nog maar achter te blijven. Wat? Mijn teammates zijn echt zo slecht. Kijk dan, ik tik hem hier nog aan. Ik probeer te defenden. Ja, geen een van mijn teammates die doet er wat. Nou jongens, die gaat een flawless vlies worden. Nou ja. Dus als jullie de goal zo open laten. Dan weet je natuurlijk zeker dat het fout gaat. Wat de fuck is mijn op de achtergrond allemaal aan het doen? Die begint hier een koffie te zetten hier. Oké, heel random. Misschien heeft hij ook gewoon warm. Zou kunnen. Nu heb ik ongeveer 27 graden. Dus het is niet echt lekker temperatuur om op te gamen. Hey, we doen er weer twee mee aan de wedstrijd. Oh, hij heeft gejoined even later. Ja. Wij gaan echt flawless verliezen. Hij is weer eentje weg. Ik zie met twee AI's. Kom, het gaat slecht. Kom, we gaan raids quitten. Ik ben degene die net de meeste punten had. 10. En hun gaan lopen raids quitten. Die AI. Zat de AI in de weg. Ja. Drunk Blaze en Drunk Reaper. Jezus, die teammates. Waarom lieven ze die eerste teammates? Maar ik heb wel 20 punten. Dat is tenminste één ding wat zeker is. 20 punten. Dat pakken ze in ieder geval niet meer af. Even wat omhoog liften. Weer tijd vrij. De nieuwe teammates zijn niet veel beter. Oh my god. Hoe kun je zo in goal gaan liggen? Oeh. Freaking noobs. Oké, daar gaan we dan weer. We hebben zoveel zorg dat het geen 20-0 wordt. Zo, lag spike in één keer. Wat? Is gescoord? Hoe is er gescoord? Het ene is niet wil skippen. Oké, die was best wel lucky. Nou, maar geen flawless verlies in ieder geval. Dat is misschien al één mooi voordeel. Oké, daar gaan we. Er zit weer een sprankje hoop in. Maar dat sprankje is nu alweer weg. Oeh, heb ik die red maar aangetikt. Ja. Het team heeft heel eens aantikken, geeft het goed. Waar ik de linker assist. Ik corrigeerde mijn teammate hier heel iets, want ik zag die enemy aankomen. Ja, dat gewoon niet, maar ik zeg maar wat. En daar dacht ik van, oh ja, geef die enemy ook maar even, het teammate ook maar even zo'n tikje. Oké, dat was het is ook niets. Die gaat mooi hard. Oké, teammate, tik al goed voor. Oh my god, teammate. Hoe kun je die zo hard verneuken? Ja, dan verneuk ik hem ook voor jou. Eigen schuld. Jij verneukt iets voor mij, verneuk ik ook iets voor jou, hè? Kijk, bijna gescoord. Alleen bijna is niet goed genoeg. Dat alleen bij Sjeur de Boel. Oké, even kijken. Ah, enemy. Blijf hem af.
Blijf van mij af. Begrepen? Don't touch me. Can't touch this. Ik heb een beetje boost nodig. Dat is heb. Tijd voor... Nee, geen boombal. Ik kreeg een keer boombal. Nou, je pukkelt wel heel langzaamaan iets verder. Maar dit duurt gewoon te lang. Het duurt allemaal echt iets te lang eigenlijk. Wel shot on goal. Dat in ieder geval wel. Even in zou gaan. No. We hebben twee shot on goal alweer. Maar ze moeten drie. Oh, dat was een teammate. Nee, die zat er niet in. Niet in de goede goal. Even kijken, wat ging hier mis dan? Ja, je kon er gewoon echt niks meer doen. En wauw, ik had niks aan rennen, connectieproblemen. Ook erg handig. Ik heb zo'n idee dat we gewoon gaan verliezen. Nou, ik weet het 100% zeker eigenlijk. Dat die enemies gewoon zo goed zijn. Maar dat mijn teammates ook redelijk slecht zijn. En die enemies hebben gewoon smerig geluk. Dus in het begin gewoon alleen tegen mij moesten. En een klein beetje AI. Wauw. Puck draaide iets anders dan ik had verwacht. En die enemy, die teammates leggen ook gewoon geen goede pucks voor. Die hebben één goede puck neergelegd en zelf verneukt. Om precies te zijn. En dan kan ik niks meer. Met deze enemies. Boom. Want die was nog voordat die gescoord werd. Oh, ik zit weer met AI's. Mensen zijn weer aan het verliezen. Kom, we gaan weer raids quitten. Lekker eerlijk. Ik heb laatst wel eens een keer meegemaakt dat AI's beter waren dan mijn teammates. Dus... Daar ben je ook niet echt pad vrolijk van. Kijk, ik kreeg al zo ongeveer een betere voorzet. Dat ik van die, mijn eigen teammates net kreeg. AI, dat is op zich niet zo heel slim. Er was genoeg ruimte om de andere kant op te kunnen spelen. Wat? Ik tikte hem serieus niet aan. Met mijn scherm wel, maar... Of ik vloog er net heel ietsjes overheen. Kijk, dit is scoren. Ik kan het wel. Mooi schot, dank je. 170 km/h. Jezus. Boom. Dat zijn snelheden. Prachtig. Weet eens, ik heb principe toch verloren. Zo maakt het allemaal niet veel meer uit. Het is in ieder geval geen 10-0 geworden. Dus ik begin op dag 20-0. Dat ik hele irritante teammates elke keer had. En de hele tijd bots en noem maar op. Heb ik dus verloren. Maar in ieder geval, laat een like achter. En geniet te abonneren. En het belletje aan te drukken. Tot dan!